Ach, de voorzitter raadt tegen aanwezig. Een groep van 150 buurtbewoners hoopt de raad nog te overtuigen met hun bezwaren. Er zijn niet genoeg parkeerplaatsen, er worden feesten gehouden. Maar vooral de gemeente duwt de buurt de moskee door de strot. Dat vinden wij gewoon heel erg vervelend. En omdat we daar 2 maanden van tevoren eigenlijk ingelicht worden middels een briefje. We lopen eigenlijk achter de muziek aan, pas wel voorop. Wat die feesten en het parkeren betreft, zegt de moskeevereniging dat ze zich aan alle wetten en beperkingen houdt. We moeten 34 parkeerplaatsen hebben op eigen terrein. Nou, dat worden er 40. Dus we blijven in dat opzicht ruim binnen de wettelijke regels die ook voor ons gelden. En die feesten en partijen? Ja, is niet aan de orde. Dus ging ook de raad akkoord en wordt de deal gesloten. Ja, we hebben vanmiddag een afspraak en ik ga er gewoon vanuit dat we dan gewoon tekenen en het koopcontract in orde is. De gemeente maakt daar geen vrienden mee. Ja, een hele ontevreden buurt. De gemeente heeft wat dat betreft echt steken laten vallen. Maar de moskeevereniging laat zijn goede wil zien. Ik vind dat de locatie ook voor de buurt is. En als we daarin elkaar kunnen helpen en kunnen laten zien dat we van elkaar een goede buur zijn, dan heb ik er alle vertrouwen in.